de nabespreking. Ja. Om op Suzanne's, want die is er even niet, dan maar te zeggen. Wat willen jullie erover kwijt? Nou, wat ik zelf eigenlijk wel goed vond, ik moest dat achter. Ik moest een beetje sturen omkijken. Ja. En het was een beetje, nou ja, ik wil niet zeggen blinde paniek, maar ik vroeg me af of het ging, omdat je dan het kontje niet ziet. Maar toen we wegzetten was dat geen probleem. Dan kan ik gewoon zelfs de taf zien, het stuurtje. Dus dan was het geen enkel. Je kon eigenlijk gewoon bijna Chantal's knieën van boven. Ja, ik had niet het gevoel dat ik in de skip zat met, ik weet niet, iemand voor me. Oké, en Chantal, deel jij ook een speciale ervaring? Het is gewoon best wel fijn. Als je van achteruit krijg je best wel veel steun. Maar het komt ook, hebben we net besproken, omdat Sjoerd 50 seconden harder ergometer. Dus dat is gewoon veel meer kracht. Maar dat is wel een ander gevoel. Het is wel leuk.